In Bro Oranje strijden Nederlandse supporters tegen die van de rivaliserende partij. Middels een aantal geweldige spellen. Tijdens deze spellen leren beide partijen elkaar beter kennen. En vinden ze elkaar misschien zelfs nog aardiger? Sport verbroedert immers. Dit is Bro Oranje. Ja, we zijn gearriveerd in Berlijn. Mijn Duits wordt met de dag beter. En aan ons de schone taak vandaag om op zoek te gaan naar een aantal Oostenrijkers en een aantal Nederlanders. Yes, get los! Where are you from? Scotland. Where's the kilt? Oh no, Rangers badge, close enough. It will be playing against Austria. Who are you for? Netherlands. Hey. Giovanni van Bronckhorst. Hey, very good. Yeah. That's my guy. And why don't you like the Austrian people? Because they're playing Holland. And do you like the Austrian people? Tricky. One guy was a bit... He's a bit dodgy. It's just a wee bit. Just a wee bit dodgy. Sorry, where are you from? America. Why are you wearing a German shirt? You're on the wrong side, my friend. No, my ancestors are German. Oh, okay. Gaan we winnen? Uiteraard. Heb je nog iets kuts te zeggen over Oostenrijk? Nee, we hebben geen lawinegevaar vandaag. We hebben geen lawinegevaar vandaag. Are you Austrian? Unfortunately not, I'm from Poland. Oh, nice moustache. Thanks. Bye. Bye. Heb je nog iets om aardigs te zeggen over de Oostenrijkers? Over de Oostenrijkers? Ze kunnen beter gaan skiën. Did you drink a lot of beer? Yes, too much. Yes, too yes, much. Yes. Too much. Who cares, right? Who cares? We'll enjoy live once. We'll enjoy ourselves. Okay, can you say something rude about the Austrian people? No, you can't say nothing rude. Them bastards bombed out chip shops. Hello. Hello. How are you? Yeah, very fine. Are you sehr schön? Ja, sehr gut. Wir sind immer sehr schön. Yeah? Why is Austria the best? The best beer. It's good to skiing. We play better football than the Netherlands. Yeah, why? Why? Yeah, because we have Marko Arnautovic. Oh yeah. Yes. But we have 11 great players. Yeah. We are the beer nation number one and I am here with bicycle, 1400 kilometers. Dat wilde hij heel graag even kwijt. Invalida! Invalida! Invalida Österreich! Van die Duitse liedjes zijn altijd een beetje eng, hè? Der nicht hüpft, der ist Holländer, hè? Het nationalisme zit er weer goed in. Hollanders. Wij zijn Hollanders. Hallo. Hoi. Hollanders. Hey, we zijn er niet voor niks, hè? Hey. Je bent de oudste, maar wel de luister van het stel. Ja, luisteren? Ja, luisteren. Ik heb een hele harde stem. Heel goed. Holland! 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 Waarom gaat Nederland winnen? Dat beter zijn. We hebben gewoon een betere ploeg. We zijn de enige. We zijn de kampioenen. We zitten natuurlijk allemaal weer van die hele enge Duitse liedjes te zingen. Word je daar al bang van? Nee joh, wij hebben onze eigen liederen. Als ze daar trots in vinden, prima. Dan hebben ze ook wat. Waarom gaan jullie deze spelletjes winnen? Wij zijn gewoon beter. Sieger, Gruppensieger, hey! Die best gespierd. Ja, niet lullig bedoel. Hey. Hey. Gewoon een beetje vertrouwen. U ook hoor. Ik ook wel. Zo is het. Doe eens. Oostenrijk. Ze zien het krank. Er komt sowieso één gozer vandaan die niet helemaal goed is bij zijn hoofd. Maar goed, daar hebben we het niet over. Kom, pak ze. Makkie. Stijtje! Holland! Holland! We gaan ze maken! Holland! Holland! Kom Oostenrijk, 3 punten! Immer wieder Oostenrijk! Austria, Holland. Who is gonna win? De Oostenrijkers en de Nederlanders zijn er klaar voor. En het eerste spel zal goede motoriek vereisen. De kandidaten zullen namelijk gaan moeten langlaufen. Niet im Schnee, maar aan de straat, ja! Jawohl! 3, 2, 1, let's go! Ik dacht dat jij in de sportschool stond. Ja, we lagen achter. We konden net niet goed maken. Gaat bier drinken je beter af? Wij gaan bier drinken, jongen. Super. First point is voor Austria. Het volgende spel bestaat uit wie er het snelst een metertje bier kan wegtikken. Is dat even lekker, zeg? I will join the Netherlands because fuck you. Oké. 3, 2, 1.
gas. Kom los, Tobi. Ja! Ja! Immer wieder, immer wieder Österreich! Het is een ontzettende verrassing. Ik dacht dat je wel kon drinken. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ja, nee, dat is waar. Voor dinsdagavond, huppakee. Ja, dat is het belangrijkste. Oké, en de second point goes to Austria. En last but not least moeten kandidaten afsluiten met een lekker stukje karaoke. Zet hem maar in. Nederland, oh Nederland. It's a Dutch song. Yeah, you can read it. And if you pronounce it correctly, you get a point. Jij bent een kampioen. Nederlands, je bent een kampioen. Ungefähr. Nederland, oh Nederland. Jij bent een kampioen. Van Oranje, oh en daar is mijn moed. Wij houden van Oranje. Holland, Holland. Kampioen zijn. En daar zit niet eens zo heel veel bier in, hè, bij jullie. Te weinig. Moet je nagaan. I have now tinnitus in my left ear. 1 point for the Netherlands. Yay! Who is gonna win, you think? Austria! Shut the fuck up. Kappen nou. Ik word ook een Oostenrijker hiervan. Niet meer. Oké. And the winner is... Again, unfortunately, the Netherlands does not win. Austria! The last of this game, I will greet my girl, Isabella, I love you.